Ik probeer dus nu met een soort van grim wat mijn moeder me ooit gegeven heeft mezelf wit te maken. Maar... Yo, lid ik ken aan Coke TV. Ik ben Bradley en je kijkt weer naar een hele leuke vrijdagvlog. Afgelopen woensdag heb je kunnen zien dat ik vermomd werd als Steven, de Belgische stagiair. En we gingen Gio pranken. En nu ga ik mezelf weer omkleden, want het is vandaag Halloween. Echt mijn favoriete dag van het jaar. Gewoon echt zo intens. Ik ga nu naar een vriendinnetje van mij toe, Carré. En dan samen met Carré en een aantal andere mensen gaan we naar een feestje toe. En natuurlijk moeten we ons wel natuurlijk omkleden, het doet iets heel engs. En dat ga ik jullie laten zien. Kom maar mee met mij. Hallo? 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 Mag de deur open? Nee! Oké, op Rotterdam, doei! Oh, ja. Oh. Open! Oh my god! Ik zit dit. Ik schrok eigenlijk al een beetje van. Hallo Carré. Hi. Hallo Day. Hola, wat gezelligheid. Jongens, als wat gaan jullie verkleed? Ik ga als een enge, dode Alice in Wonderland. En jij, Day? Ik ga als dit. Als dit? Dit een lekker scare, donkere ogen zeker, of niet? Ja, of als rood kapje, maar ik heb dus geen rood kapje. Dus dat is een beetje... Gewoon je haar rood verven. Doe dat. Ah, ja. Ja. Ik ga als een crazy person, oftewel mezelf. Lekker outfitje. Ik ga gewoon een pyjama naar een feestje toe. Dat kan toch niet? Nou, nu gaan we eerst even een poging doen om een beetje smink op mijn hassels te gooien. Let's go. Ik probeer dus nu met een soort van grim wat mijn moeder me ooit gegeven heeft, mezelf wit te maken. Ga ik eens met een kwast mijn ogen op een paar maanden. Zo! Dat is al iets. Oké, ik ga verder mijn gezicht inmaken en dan zie je me zo meteen weer. Doei! Dit is mijn eindresultaat. Oh god. Dit is wel echt heftig. Ben ik dood? Ben ik dood? Goed, ik ga lekker in dit pakje naar het feestje toe. Vond je het nou een hele leuke video? Geef deze video een duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter en abonneer op Coke TV. En dan zien we jullie de volgende keer. Tweet!